doe even. Ja, maar mensen lopen ook niet door. Lekker druk, meneer? Ik vind het verschrikkelijk. En dan moet u nog bij zo meteen? Ja, let op. Let op. Duwen. Het GVB kampt al jaren met een tekort aan metrostellen. Bovendien zijn die stellen sterk verouderd en vallen ze onder haverklap uit. Volgens het GVB is er te laat geïnvesteerd in nieuwe metro's. We zitten de komende tijd krap in ons jas. En daar is niks anders aan te doen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je omgaat met investeringen. En ik reken dat dit college totaal niet aan. Maar voorgaande colleges hebben daar eigenlijk iets te lang mee gewacht. De huidige metro's zijn een aantal jaren over datum. Ik vind het wel slecht als ze dan weinig metro's hebben. Als ze dan nog metro's kapot gaan, dan... Dan blijft er niet veel meer over. Ik heb er gisteren bizar lang over gedaan. Ik denk 3 kwartier. Terwijl ik normaal 20 minuutjes erin zit. Het voorstel van het GVB om metrostellen te sparen door de tijdelijke aangepaste dienstregeling tot en met 2014 te handhaven, werd door wethouder Wiebes van tafel geveegd. Dat, samen met de vertraagde introductie van de nieuwe M5 metrostellen, geeft weinig vertrouwen voor de winter. We doen er alles aan om met zoveel mogelijk onderhoud te voorkomen dat de storingsgevoeligheid weer tot dat soort situaties gaat leiden. Maar we moeten afwachten of dat effect heeft. We weten niet of we weer zo'n sneeuwwinter krijgen zoals we de vorige jaren hebben gehad. We hopen van niet en dan hebben we misschien geluk. Voor de winter alvast een kleine tip van een ervaren metroreiziger. Misschien toch maar fietsen met een muts op en een sjaal om. Denk het wel.